Hey, welkom bij een nieuwe video. Glitches komen in elk spel voor. Meestal zijn ze erg irritant en heb je het liefste dat ze zo snel mogelijk gefixt worden. Het kan echter voorkomen dat er fouten in het spel zitten die juist voor grappige situaties kunnen zorgen. In deze video laat ik je 10 van deze grappige glitches zien. Ben jij nieuw op dit kanaal en hou je van top 10 video's over alles wat met gamen te maken heeft? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. Doe ook alvast een duimpje omhoog als je zin hebt in deze video. Nummer 10. De eerste glitch op deze lijst bevindt zich in de singleplayer cutscene van GTA V. Franklin is een van de hoofdpersonen. En wanneer deze speler aan een missie begint, wordt er een filmpje gestart waarin hij praat met Trevor, een ander speelbaar karakter in GTA V. We are winning, we are free, we are Shut the f*** up! Thank you. Het grappige is dat een willekeurige man constant aanvalt terwijl Trevor en Franklin een gesprek proberen te voeren. Dit zorgt voor een aantal erg grappige momenten, omdat sommige klappen erg goed getimed zijn als je luistert naar het gesprek. Childhood. Damn man, you alright? Deze glitch wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat Trevor voor het beginnen van een cutscene iets heeft gedaan om deze man boos te maken. Het gevolg is dat tijdens het filmpje Trevor geprogrammeerd is om een vooraf bepaald gesprek te voeren met Franklin, terwijl zijn belager nog steeds met hem probeert te vechten. You're pushing your luck, pal. Nummer 9. Deze volgende glitch doet je misschien wel denken aan de lowrider auto's die je in Amerika wel eens ziet. Lowriders zijn auto's die enorm laag aan de grond zitten en een hydraulisch systeem gebruiken om de auto op te tillen zodat ze niet in de problemen komen bij het rijden over drempels. Wist je dat dit concept oorspronkelijk al in het Wilde Westen werd gebruikt op paardenwagens? Nee, grapje. Maar als je deze glitch uit Red Dead Redemption ziet, zou je denken dat dit wel het geval was. In dit filmpje kun je zien dat alle paardenwagens aan het stuiteren zijn en sommige worden zelfs gelanceerd. Deze glitch vond ik dus erg grappig, omdat het me deed denken aan die hydraulische lowriders die je tegenwoordig in het westen van Amerika ziet. Nummer 8. Soms is een fout in het spel vooral leuk voor de manier waarop de gameontwikkelaar ermee omgaat. Meestal is het natuurlijk beter als een glitch gewoon gefixt wordt, maar soms gebeuren er grappige dingen in het spel die op een leuke manier erkend kunnen worden. Dit was het geval met EA Sports en het golfspel Tiger Woods uit 2007. Een speler van het spel uploadde een video nadat zijn golfbal op het water terecht was gekomen. Tiger Woods bleek hier echter niets om te geven, want hij ging gewoon op het water staan om zijn potje golf te kunnen vervolgen. Ik heb een nieuwe feature. De Jesus shot. Hierdoor werd er uiteraard een vergelijking gemaakt met Jezus Christus, die volgens verhalen ook over water kon lopen. EA maakte van deze video gebruik om het golfspel te promoten. Ze creëerden een video waarin de echte Tiger Woods ook over water liep, alsof dat voor hem heel normaal was. Het is dus best leuk hoe EA reageerde op deze glitch, omdat het verder geen hele erge fout in het spel was. Nummer 7. Hitman is een spel waarin je als huurmoordenaar op allerlei creatieve manieren een doelwit kunt uitschakelen. Hierdoor kan het spel sowieso al grappig uit de hoek komen. Eén manier om mensen te elimineren is door met de koffer naast ze te gooien. Er zat echter een fout in het spel waardoor de koffer achter het slachtoffer aanvloog totdat hij hem geraakt had. Meestal duurde dit niet lang, omdat verschillende doelwitten niet zo snel bewogen wanneer ze aangevallen werden. Er is echter een moment waar een speler van Hitman besloot om de koffer te gooien naar iemand die op een jetski zat. Het gevolg is dat je hem rondjes ziet varen terwijl hij helemaal niet doorheeft dat een moordlustig object achter hem aanvliegt. Deze glitch is uit het spel gehaald door de ontwikkelaar, maar ze besloten wel om de koffer terug te brengen als een item dat je kon vrijspelen. Nummer 6. Als ik had gewild, had ik deze hele lijst kunnen vullen met glitches uit Skate 3. Het spel heeft zelfs een groot deel van zijn succes te danken aan alle fouten die erin zitten. De glitches en de ragdoll-effecten leveren enorm veel grappige situaties op. Spelers gebruikten de talloze fouten in het spel onder andere om op plekken te komen die normaal gesproken niet bereikbaar zijn en om extra coole stunts te doen. Het is echter onmogelijk om één glitch uit te kiezen, simpelweg omdat het er zoveel zijn.
Maar als je een paar grappige video's wilt zien, hoef je alleen maar naar Skate 3 video's te zoeken. In de meeste filmpjes over dit spel hebben gamers namelijk lol met alle fouten die in het spel zitten. Holy shit, guys! What? Holy fuck! I went so far! Where are you? Nummer 5. Als je aan Assassin's Creed en glitches denkt, komen de meeste mensen al snel uit bij Unity. Dit spel uit 2014 werd uitgebracht terwijl het eigenlijk nog niet helemaal af was. De glitches uit dit spel zijn over het algemeen dan ook helemaal niet grappig. Daarom heb ik in deze lijst voor een glitch gekozen uit Assassin's Creed Black Flag, een spel dat een jaar eerder uitkwam. Deze game was erg vernieuwend voor de serie dankzij het introduceren van zeevaart. Er was echter een glitch waarbij je schip verdween nadat je bij een eiland aanlegde. Wanneer je terugkwam zag je alleen een groot gat in de zee waar je boot zou moeten zijn, terwijl een paar van je bemanningsleden in paniek boven dit gat zweven. Maar gelukkig komt je schip uiteindelijk weer bovendrijven. Nummer 4. De oorzaak van de volgende glitch is wel heel bijzonder. Soms kunnen de makers van het spel er blijkbaar helemaal niets aan doen wanneer er een fout voorkomt. GoldenEye is een schietspel wat uitkwam voor de tijd van gamedisks, toen je nog een kaartje in je console moest schuiven. Maar wanneer deze kaart niet goed zat, ontstond er een rare glitch in GoldenEye. De karakters begonnen dan uit het niets ongecontroleerd te bewegen. Dat de glitch bestond was al langer bekend, maar in 2007 werd er pas voor het eerst een video geüpload waarin je kunt bekijken hoe het eruit ziet. Het bijzondere aan deze fout is dat het de oorzaak was van een internethype. Als gevolg van de glitch werden er veel video's geüpload door mensen die een soort dansstijl ervan maakten. His animated version of Get Down would explode on the scene and suddenly a dance was born. One had to shoot photos or video of oneself in dozens of random poses and then edit the media together to imitate the rhythm and effects seen in the video game footage. Nummer 3. Als je veel GTA 4 gespeeld hebt, is de kans groot dat je deze glitch wel kent. Op een aantal plekken in Liberty City zijn de spelrekken te vinden. Wanneer je hier je auto tegenaan parkeert, word je na een paar seconden gelanceerd, alsof je wordt afgeschoten door een katapult of zo. Of dit de bedoeling was van de makers weet ik niet, maar het is zeker iets waar je veel lol mee kunt hebben. Deze glitch ken ik zelf al wel, maar ik kwam erachter dat hetzelfde ook in GTA 5 kan gebeuren. Als je op het terrein van Michael bent en naar buiten wilt rijden, moet je eerst door een poort die automatisch openschuift. Als je tegen deze poort aan gaat staan terwijl die open gaat, word je ook gelanceerd. Net als bij de klimrekken in GTA 4. Yeehoe! Nummer 2. The Elder Scrolls is een gameserie die vaak zijn tijd ver vooruit is. Het vierde spel uit deze reeks heet Oblivion en werd uitgebracht in 2006. Het introduceerde een erg uitgebreide en interactieve wereld, vooral vergeleken met andere open wereld games uit die tijd. Oblivion was echter geen perfect spel en dat wordt wel duidelijk door de manier waarop de AI zich soms gedraagt. Stop! You violated the law. Pay the court a fine or serve your sentence. Your stolen goods are now forfeit. Vandaag de dag is deze game nog steeds onderwerp van een aantal grappige video's, waarin mensen de karakters uit Oblivion nadoen. Pay the court a fine or serve your sentence. Your stolen goods are now forfeit. Then pay with your blood. Nummer 1. De volgende glitch moest ik wel op nummer 1 zetten, omdat ik er zelf erg om moest lachen. Heavy Rain is een van de eerste populaire interactieve spellen. Het lijkt erg op een film vol met quicktime events. Heavy Rain gaat over de ontvoering van een jongen genaamd Sean. Tijdens de game speel je als vier verschillende karakters die iets met deze zaak te maken hebben. Een van deze karakters is de vader genaamd Ethan. In het laatste deel van Heavy Rain, waarin hij Sean uiteindelijk gevonden heeft, ontstaat er een glitch waarbij hij de naam van zijn zoon roept elke keer als je op X drukt. Dit zorgt voor erg grappige situaties bij een moment dat eigenlijk heel dramatisch en emotioneel zou moeten zijn. Congratulations, Ethan. You succeed.
Wat is de grappigste glitch die jij ooit bent tegengekomen in een videogame? Laat het me weten in de reacties. Als je dit een leuke video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.